In haar tweede boek Het Koopinfuus onderzoekt Chantal Schinkels hoe online retailers op grote schaal data verzamelen over consumenten die ze vervolgens weer inzetten om ons nog meer te laten kopen, zonder zichzelf de vraag te stellen of hun werkwijze wel verantwoord is. Van webrecensies en prijsmanipulatie tot manipulatieve business coaches en het aanmoedigen van online gokken. Chantal benoemt het allemaal. Luister mee naar weer een ontzettend leuk, interessant en informatief gesprek. Mijn naam is Tina de Keizer en dit is de Women's Table. Vandaag aan tafel bij de Women's Table is een oude bekende, Chantal Schinkels. Chantal zat in januari 2022 ook al bij ons aan tafel en toen spraken we over haar eerste boek, The IT Girl. Hoe overleef je een door mannen gedomineerde wereld? Vandaag praten we over haar tweede boek, Het Koopinfuus. Chantal, welkom en dankjewel dat je er bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging, Tina. In Het Koopinfuus vertel je over op welke wijze online retailers op grote schaal data verzamelen over consumenten en hun koopgedrag. Die ze vervolgens weer inzetten om dezelfde consumenten nog meer te laten kopen. Zonder zichzelf de vraag te stellen of hun werkwijze wel verantwoord is. Kun je ons vertellen wat de belangrijkste reden was voor jou om het boek te schrijven? Dat kan ik zeker. Verschillende redenen, maar de belangrijkste reden was een persoonlijke ervaring. Je gaf al aan, ik heb natuurlijk het boek The IT Girl geschreven. Ja. Het gaat niet alleen over hoe overleef je als vrouw in een mannengedomineerde wereld, maar het gaat ook over technologie, hoe we technologie ontwikkelen, hoe we dat gebruiken. En wat voor impact het heeft op heel veel levens. Of het op een bepaalde manier wordt neergezet, in de markt wordt gezet. En ik was daar heel erg mee bezig. Van oké, wat wil ik eigenlijk nou dat technologie voor elkaar bokst? En dat het natuurlijk enorm belangrijk is dat we technologie begrijpen. En dat het voor iedereen gemaakt wordt. Dat het feitelijk in dienst staat van iedereen. En toen ging ik natuurlijk naar mijn eigen werk kijken. Ik werk nu meer dan 12 jaar in de e-commerce. Van een eigen webshop tot aan het begeleiden van het ontwikkelen van webshops voor webshops met miljoenen euro's omzet. En dan ging ik dus naar mijn eigen werk kijken en ik dacht van, dat ziet er toch ook wel, dat is ook niet echt helemaal correct. En daarnaast stond ik een keertje achter een vrachtwagen en daar zag ik een woordgrapje op staan. En dat vond ik zo'n grappig woordgrapje dat ik dat in de auto keihard schreeuwde. Voor dit verhaal is wel belangrijk dat je weet dat ik niet achter het stuur zat. Maar ik was daar dus helemaal enthousiast over, want ik vond het echt een epic woordgrapje. En een paar minuten later, we gingen dus de vrachtwagen inhalen. Een paar minuten later bekeek ik mijn Instagram, storyline. Want ja, je bent natuurlijk een beetje verslaafd aan social media, dus dat moest ook bekeken worden. En tot mijn verbazing zag ik daar een advertentie voorbij komen van het merk van die vrachtwagen. Met dezelfde slogan, met hetzelfde woordgrapje. Dat ik dat echt 5 minuten daarvoor kaart in de auto heb lopen schreeuwen. En toen dacht ik van oké, hoe komt het dat het algoritme heeft besloten mij die advertentie te laten zien? En gaan we daarmee geen grenzen over? En dat was de start voor mij om een onderzoek te doen van oké, hoe zit het nu precies? Ik wist natuurlijk heel veel, maar ik wist niet alles. En ik wist ook niet, ik moest bepaalde verbanden aan elkaar leggen. Maar dat was wel het moment dat ik dacht van ik moet hier wat mee. En dat was voor jou de trigger om te zeggen van ik ga hier wat mee doen. Ik ga het onderzoeken. Ja, zo'n gepersonaliseerde advertentie vond ik zo bijzonder. Ja. En zo bizar eigenlijk. En het heeft natuurlijk heel veel implicaties. Want het zorgt ook voor dat ik steeds maar word herinnerd aan bepaalde producten. Tot op een gegeven moment je niets anders kan besluiten dan het product te kopen. Ja. Ik ging met een ander beeld naar mijn huidige werk kijken. Dus een ander beeld naar hoe we data verzamelen. Maar ook of dat ik anders ging kijken naar hoe we marketingbedrijven, wat we allemaal gebruiken om jou zoveel mogelijk te laten kopen. Ja, ja. Want daar begin je boek mee, hè? Met dat je achter die vrachtwagen staat en dat je dat ziet. Ja, dat was voor mij echt een. Eigenlijk wel een eye-opener. Het was voor mij in ieder geval een start om het volledig door te lichten, wat ik nou eigenlijk allemaal aan het doen was. En ik ben natuurlijk niet alleen. Het is een gigantische sector. Heel veel mensen werken erin. Ja, ja. Het grappige is, ik heb het laatst ook meegemaakt. Hè? Ik kreeg dan via de post, kreeg ik zo'n reclamefolder. En ik heb met allemaal bestelformulieren binnen van een online cosmetica keten. En dus ik zie dat zo en ik denk, nou, wel of niet wat bestellen, maakt verder niet zoveel uit. En ik ga op social media en wat ziet mijn oog? Hè? Die cosmetica.
keten komt voorbij. En dat je denkt echt van, hoe kan dit nou, hè? Daphne Dekkers, ik weet niet of je dat weet, maar die heeft er in 2020 een column over geschreven. En zij vertelt dat ze bij de opname van een SBS-programma twee silverfishes zag. En ze had het daar met haar visagist over. En op dezelfde avond kreeg ze op haar telefoon advertenties te zien hoe je silverfishes kunt bestrijden. En Daphne wist het toen zeker, ze wordt afgeluisterd. Dat kan volgens haar niet anders, hè? Maar, zeggen deskundigen, dat kan helemaal niet. Maurits Kaptein, hoogleraar datawetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, ik weet niet of je van hem hebt gehoord, die zegt dat het niet gek is dat mensen dit denken, vooral als je er eerder over hebt gesproken, maar dat niet zo werkt. Hè? Dat als je bijvoorbeeld op social media zit en je vrienden hebben ernaar gezocht, dat dan ook advertenties naar boven kunnen komen. Ja, dat klopt. Specifiek onderwerp. En wat vind jij daarvan? Vind je dat logisch klinken? Of denk je net als Daphne van, nou, misschien worden we toch wel stiekem afgeluisterd? Wat het sowieso niet is, is dat het een soort AIVD is die constant aan het luisteren is wat jij aan het vertellen bent. Dat geloof ik niet. Ik heb geen bewijs gevonden dat ze afluisteren, maar ik heb ook geen bewijs gevonden dat ze niet afluisteren. Er zijn verhalen van mensen die hun data hebben opgevraagd, want dat kan je natuurlijk altijd doen bij dit soort bedrijven om te kijken van oké, wat hebben ze nu van je verzameld? En daar vonden ze wel voice audio files. Mm-hmm. Het klopt wat wordt aangegeven van dat het zoekgedrag van de mensen uit je omgeving eigenlijk belangrijker is dan het afluisteren, want daar halen ze veel meer informatie uit. We vinden het namelijk heel erg belangrijk om te horen wat andere mensen ervan vinden. Dus op het moment dat jij mij iets adviseert, zet ik dat veel hoger in mijn. Geef daar veel meer waarde aan dan dat ik zelf het zelf zou gaan zoeken. Daarnaast zijn dingen zoals locatiegegevens heel erg belangrijk in advertenties. Dus het kan zomaar zijn dat ik de advertentie zag alleen maar omdat ik in de buurt was van een viswinkel. Want het ging in dit voorbeeld over een vismerk. Pot & Rituals die heeft dat heel erg sterk. Als jij in de buurt bent geweest van een winkel van Rituals, grote kans dat jij dan advertenties van Rituals ziet. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zijn er ook apps beschikbaar waarmee je bijvoorbeeld een van de hot topics nu is beter slapen. Mm-hmm. Heel, dat je maar beter slaapt. En daar kan je heel veel technologie voor gebruiken. En een van die technologieën die neemt jouw snurk op. Dus als jij s'nachts aan het snurken bent, dan wordt dat opgenomen. Mm-hmm. In ieder geval dan de app hoort dus jouw snurken en kan daar wat over zeggen. En dan vraag ik me af, oké, het geluid van het snurken wordt opgenomen en dat daar bepaalde dingen over wordt gezegd. Dan vind ik het toch wel heel erg bijzonder dat ze op koopmomenten of op adviesgesprekken, dat ze daar dan dat ze daar niets mee doen. Dat vind ik dan wel een beetje dubbel. En we weten ook bijvoorbeeld, heel veel mensen gebruiken assistants zoals Siri. Ja. En ook daar weten we van dat er momenten bestaan, of in ieder geval dat ze daar daadwerkelijk bewijs van hebben, dat er stukken van gesprekken zijn opgenomen, omdat Siri dan nog steeds aan het luisteren is van, maar je kunt natuurlijk zomaar iets tegen Siri zeggen en zeggen van, zet dat op het boodschappenlijstje. En daarin wordt ook nog eens meer geluid in meegenomen dan dat je daadwerkelijk denkt. Ja. Dus ook dat soort apparaten in huis zorgen ervoor dat dat er data wordt opgeslagen. Ja, maar goed, in principe wordt het naar het land van de fabelen verwezen, hè? De uitspraak van Daphne Dekkers. Maar goed, jij laat het in het midden, hè? Van er is geen bewijs. Want is het ook niet zo van dat dingen je juist opvallen omdat je het erover hebt gehad? Want misschien was die advertentie wel langs voor gekomen als je het er niet over had gehad, maar dan was het je niet opgevallen. Ja, dat is ook een psychologisch dingetje, dat als je het over een rode auto hebt of zelf een rode auto hebt gekocht, dat je over rode auto's ziet rijden. Dat klopt. Wat ook nog heel erg meespeelt is dat we niet moeten onderschatten hoeveel data van ons wordt verzameld. Dat is zo gigantisch veel. Echt gigantisch veel. En dat wordt naar bepaalde bedrijven gestuurd waar we niet eens een weet van hebben. Waardoor ze dusdanige voorspellingen kunnen doen. Dus ze kunnen dusdanig voorspellen wat jij nodig gaat hebben. Zonder dat je dat op dit moment zelf nog weet. En dan voelt het heel erg alsof je wordt afgeluisterd. Maar in feite is dat dan een high-level dataverzameling. Met hele goede, heel goed onderzoek erbij en analyses. Waardoor het soms lijkt alsof een bepaalde advertentie of wat dan ook precies op het juiste moment komt. Ja. Dus dat je denkt hoe kunnen ze dit weten?
Ja, want zoals op Facebook bijvoorbeeld, dan komen er van die gesponsorde advertenties voorbij. En dan staat er een vraag, hè? Wil je meer of minder van dit soort content? Ja, ja, en dat is op het moment dat je daar mee bezig gaat, dan zorg je er ook voor dat je eigen profiel steeds verder geoptimaliseerd en gepersonaliseerd wordt. En met elke vraag die je beantwoordt, wat het ook maar is, wordt je profiel verder verrijkt. Nu denk je misschien, ja, maar ik heb toch niks te verbergen. Maar je hebt misschien op dit moment niks te verbergen. Maar al deze dataverzameling kunnen ze dus door middel van bijvoorbeeld AI, kunnen ze dusdanig inzetten om je in de toekomst precies op de juiste momenten je net dat duwtje te geven richting de koopknop. Ja. Vind je dit een zorgwekkende ontwikkeling? Dat er zoveel data wordt verzameld? Ja, vind ik wel. Ik denk dat we dat zwaar onderschatten. Ja. Wat ze daar allemaal mee kunnen. En wat zouden ze ermee kunnen? Ja, heel veel. Meer dan dat we denken. Mm-hmm. In mijn geval, met mijn onderwerp, gaat het echt om je zoveel mogelijk te triggeren om zoveel mogelijk te kopen. Ook al heb je daar helemaal de financiën niet voor, dan toch, dat ze je toch precies weten te triggeren om weer wat aan te schaffen. Ja, oké. Okay. Maar we weten natuurlijk zat voorbeelden ook in Amerika met de verkiezingen, met een stukje met fake news. Ja. Ook oplichting wordt steeds meer gedaan door middel van zeer gepersonaliseerde advertenties. Dus ja, dat is nog maar het topje. Ja, ja. Want in je boek heb je het ook over misleidende tactieken. Je zegt, online retailers maken soms gebruik van misleidende tactieken, zoals neprecensies en prijsmanipulatie om consumenten te misleiden. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker weten. Toevallig heb ik net weer een heel mini onderzoek gedaan van één product. In het kader van prijsmanipulatie. Nou, we weten dat Black Friday is geweest. Ja. Dat is inmiddels geen dag meer, maar een maand. En voor mij was dat echt hemel, want ik zag zoveel manipulatie. Dat was gewoon echt om te huilen. Ik heb een aantal producten heb ik op mijn lijstje gezet om een beetje te vergelijken van wat gebeurt er nu voor Black Friday, tijdens Black Friday en daarna. En een van de producten is bijvoorbeeld een koptelefoon. Mm-hmm. Een koptelefoon van Sony. En deze was op Black Friday afgeprijsd naar €199. Ja, helemaal prima natuurlijk dat je dat voor €199 neerzet. Maar bij verschillende aanbieders, bijvoorbeeld bij Amazon, werd de adviesprijs getoond van bijna €400. Waardoor er heel groot stond dat je 47% korting kreeg. Ja. Nou, dat doet wat in het brein. Dan denk je, wow, dit is gewoon bijna de helft aan het bedrag krijg je korting. Ja, dit is gewoon echt een deal die je niet mag laten liggen. En er gebeurt echt dingen in het brein, maar er gebeurt ook lichamelijk iets, waar je krijgt hartkloppingen. Je bent bang dat je de aanbieding gaat missen, of dat je misschien de laatste bent, of dat die misschien op korte termijn afloopt. En in dit geval met Black Friday is het ook natuurlijk iets wat afloopt. Dus je wordt flink verleid. Mm-hmm. En er wordt echt op breinniveau wordt er getriggerd. Vandaag ging ik dus weer kijken naar diezelfde Sony bij Amazon. En nu bleek dat de adviesprijs van bijna €400 was verdwenen. En was ingereld door een mediaanprijs. En dat noemen ze dus een gemiddelde prijs van alle prijzen die ze dan voeren. Want ze hebben natuurlijk meerdere aanbieders. Mm-hmm. En deze mediaanprijs was €245. Dat betekent dat je nog maar 19% korting krijgt. Maar het eindbedrag was nog steeds €199. Oké. Okay. En ook bij Coolblue bijvoorbeeld, daar was de koptelefoon ook nog steeds €199. Met een adviesprijs van uit mijn hoofd €380. En die hele adviesprijs is nu helemaal verdwenen. Nee. En dit zijn prijsstrategieën om ons als consument een beetje dat FOMO, van dat je bang bent dat je de deal gaat missen. Dat je de deal groter maakt dan dat het is. En dat je eigenlijk consument nul vergelijkingsmateriaal meer geeft. Ja. Want ja, wat is nou een adviesprijs? En natuurlijk, er zijn wetten waarin staat dat je dit niet mag doen. Dat je de prijs moet voeren, de vanafprijs moet voeren die je al 30 dagen hebt getoond. Maar in het dagelijks leven, in het echte leven, zie je dus dit nog steeds, dit soort prijsmanipulatie nog heel veel voorkomen. Ja. Je kan misschien denken, nog even snel erbij, dat als je dit luistert, dat je denkt, ja, maar daar trap ik niet in. Dat is iets voor mensen die misschien een lage intelligentie hebben of niet weten hoe het werkt. Maar geloof mij, dit is
dit komt uit neuromarketing en neurowetenschappelijk onderzoek. Ze hebben hiervoor mensen in een MRI-scan geduwd, waardoor ze precies kunnen zien wat er in je hersenen op ligt. En prijs, ja, dat werkt gewoon echt als een trein. En dit soort manipulatieve dingetjes, zoals het voorbeeld wat ik net schets, daar trapt iedereen in. Ja, want in je boek, hè, over online misleiding geef je Lil Kleine als voorbeeld. Hè? Je zegt van, nou, die schijnt zijn streams te kopen via Bulgarije. En ik ben ook wel eens benaderd, hè, door iemand op Instagram. En die beweerde van, nou, kan je zoveel volgers geven binnen zoveel weken. 1000, 2000 volgers. En binnen een paar weken, ja, ik moest natuurlijk wel betalen. Op zich viel het bedrag wel mee. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, en wat gebeurt er dan als ik betaald heb? Want ja, als ik 1000 of 2000 volgers binnen 3 weken kan krijgen, dan kunnen ze dus ook weer verdwijnen. Nee, krijg je de volgers als je betaalt. Mm-hmm. De reden waarom mensen volgers kopen is natuurlijk omdat ze dan meer gezien worden als influencer, waardoor ze betere deals kunnen krijgen. Dus dat is gewoon echt een verdienmodel geworden. Natuurlijk is bijvoorbeeld een platform zoals Instagram heel erg gericht op die fake accounts. Dus het kan inderdaad zijn dat je koopt dan 2000 volgers, maar Instagram ziet dat de helft zo obvious fake is, dat ze die dan ook verwijderen. En dan kan het zo inderdaad zijn dat je ze gewoon weer op korte termijn verliest. Ja. Je kunt het heel erg makkelijk herkennen dat als iemand volgers heeft gekocht. Want dat is het ratio in het aantal volgers en de respons op de berichten loopt zo erg uiteen. Dat kan niet. Ja. Als jij 2000 volgers hebt en je krijgt maar 1 reactie. Ja, dan weet je dat ze gekocht zijn of dat ze in ieder geval fake zijn. Maar zie je dat het gewoon in een betere verhouding staat, dan kan je ervan uitgaan dat het echt gewoon organisch is gegroeid. Dat onderschatten we, de waarde van organische groei. Ook op social media onderschatten we. Het duurt best wel lang om een community op te bouwen. Maar op het moment dat je community hebt en gewoon echt fans hebt, dan geeft dat zoveel meer waarde dan dat je allemaal fake accounts aan het kopen bent. Ja. Ja, dat lijkt mij ook. Hoe kunnen consumenten zich beschermen tegen neprecensies en prijsmanipulaties? Nou, dat is heel lastig. Ja? Daar moet je echt energie in steken. En daarom doen we het niet zo heel erg vaak. Ten eerste is het heel erg van belang dat je op het moment dat je het koopt, dat je het rationeel koopt. We hebben 2 soorten breinen. Dat beschrijf ik ook in het boek, dat is niet nieuw. Het is natuurlijk allemaal ook door Kahneman is dat bedacht. Je hebt een brein wat heel onbewust wordt beïnvloed. En dat je dat reageert op bijvoorbeeld op signalen zoals honger. Maar je hebt ook een heel rationeel brein. En een van de mooiste voorbeelden vond ik het verschil in breinen. Voorbeeld van de rechter. Stel jij komt in de gevangenis terecht en je moet voorkomen voor de rechter. Dan is het beter om voor de pauze, voor de lunch, in ieder geval op de midden van de ochtend voorgeleid te worden. Want dan heb je de meeste kans om op borgtocht vrijgelaten te worden. Het komt namelijk dan, begin van de dag ben je uitgerust. En werkt je rationele brein nog heel erg goed. Dus voor de rechters ook. Die kunnen nog heel rationeel denken van, oké, wat is de kans dat deze persoon het opnieuw gaat doen. Of laten we deze persoon op borgtocht vrij. Op het moment dat je richting de lunch gaat, dan worden ze wat hongeriger. Ja. Verandert dat een beetje. Ja. En aan het einde van de dag zijn mensen zo moe, hongerig en kunnen ze eigenlijk de energie niet meer opbrengen om rationele keuzes te maken, dat ze zich toch onbewust laten beïnvloeden door feiten zoals, ja, die persoon zit niet voor niets in de gevangenis. En dat is ook wat er bij de mensen gebeurt. Dus aan het begin van de dag dan ben je nog heb je heel veel weerstand en denk je van, oh nee, die aankoop laat ik nu gaan. Maar je wordt gebombardeerd met advertenties, je krijgt nieuwsbrieven, je ziet op tv dingen, je krijgt de foldertjes in huis. Dus constant word je maar bestookt door advertenties. Je raakt hongerig, je raakt natuurlijk vermoeid. Aan het einde van de avond dan zit je op de bank en dan zit je ook nog eens te vervelen. En ben je ook nog eens door je social media aan het scrollen tijdens je Netflix avondje of dat je iets anders aan het doen bent. Dus je weerstand wordt constant verlaagd, totdat je eigenlijk niets anders meer kan om toch toe te geven voor die hele goede deal die dan voorbij komt. Je hebt dan geen energie meer om te vergelijken, om te kijken of die prijs eigenlijk wel klopt. Nee, het enige wat er gebeurt is dat je een hele goede deal voorbij ziet komen.
je krijgt lichamelijke reacties. Oprecht lichamelijke reacties. Je hart gaat sneller kloppen. En je denkt, ja, dit moet ik kopen. Ja, ja. Ik weet nog, in 2013 wilde ik kaartjes aanschaffen voor een concert. En het was al heel dramatisch om in te loggen. Nou, toen was ik eindelijk ingelogd en ik kon eindelijk de kaarten bestellen. Toen kwam er een boodschap dat je nog zoveel minuten had om het bestelproces af te ronden. Nou, en ik werd helemaal niet goed. En je mocht de pagina niet refreshen. Nee. Ik werd helemaal nerveus, want wat gebeurde er als ik eruit gegooid zou worden of wat dan ook? Dus die lichamelijke reacties, die herken ik wel. Ja, en een persoonlijk voorbeeldje, want ook ik ben consument. Ook ik trap er nog steeds in. Achter mij zie je deze sneakertjes, die mm-hmm. hier zo. Yeah. Ja, die zag ik op Black Friday en dat was 25% korting bij Nike. Behalve natuurlijk voor de sneakers die ik graag wilde hebben. Maar goed, daar kwam ik ook pas achter toen ik ze in de winkelmand had gezet. Ik dacht, waarom krijg ik geen korting? Waar is mijn 25%? Ik bedoel, je gaat dat dan de hele lijst door. Je denkt, oh, die zijn wel tof. Dan zet je ze even in de winkelwagen en rij weer door. Yeah. Nou, in eerste instantie kreeg ik dus die 25% niet. Dus dan wilde ik ze toch nog gaan bekijken van, oké, vind ik ze eigenlijk wel leuk genoeg om ze dan alsnog tegen normale prijs te bestellen. En ik klik erop en op dat moment kreeg ik de pagina, dit product is niet meer beschikbaar. Want heel veel sneakers bij Nike, die gaan in een drop. Dus op het moment dat dat de voorraad op is, dan kan je ze gewoon niet meer bestellen. Of in ieder geval niet meer in jouw maat. Dus ik kon ze niet meer bekijken. Maar aan de andere kant kreeg ik het dus wel echt benauwd van, ja, maar straks wil ik ze dus echt hebben. En heb ik door deze keuze te maken om ze niet te bestellen, heb ik ze niet meer. Ja. Dus wat doe je? Ja. Ja, dan bestel je. En dan ga je kijken van, nou ja, ik kan ze altijd nog terugsturen. Ja. Maar goed, dan heb je ze binnen en dan denk je, ja, ze zijn toch wel vet. Dus ja. Terwijl, zonder die 25% korting, was ik niet eens naar Nike gegaan. Nee. Had ik ze niet eens gezien. Nee. Maar je hebt ze dus toch gekocht zonder die 25% korting. Ja, omdat ik gewoon als ze dood was, dat ik ze helemaal niet meer kon kopen. Ja. En dat is ook een stukje, dat is met die voorraadmeldingen. Dat zie je ook op het moment dat er staat, nou, nog één voorraad beschikbaar. Dan denk je, ja, dit is de deal, want anders zijn ze voorbij. Ja. Of aftellende timertjes, dat je nog, wat je aangaf, nog 5 minuten. Of we reserveren het 25 minuten. Ja. Dan is het eigenlijk al een no-brainer. Ja, de booking sites doen dat ook, hè? Dan staat er ook nog van nog zoveel kamers op deze site. En wat ik ook had gehoord is dus, en dat heb ik zelf ook ervaren, is dat je bijvoorbeeld als je een vliegticket boekt en je denkt erover na en je gaat weer terug, dan is de prijs omhoog gegaan. Ja, dat is ook een soort van dynamische prijsstelling. Dat zie je bij heel veel reiswebsites, maar ook bij steeds meer normale webshops, is dat. Dat is ook weer een voorbeeld van dataverzameling. Ze verzamelen al jouw kliks, wat je doet over de site heen, maar ook op andere sites. En op het moment dat jij in een bakje terechtkomt waar de waarschijnlijkheid hoog is dat jij gaat kopen, ja, dan kunnen ze zomaar wat met de prijs gaan doen. Want het is, uiteindelijk is de economie natuurlijk vraag en aanbod. Op het moment dat er vraag is, ja, dan, of dat er meer vraag is, ja, dan kunnen ze gewoon wat meer vragen ook voor het aanbod dat ze hebben. Dus soms is het heel vaak is het handig om die cookies te verwijderen. Wat ook een hele goede is om alle apps van je telefoon af te halen. Zeker apps waarmee je koopt. Want op het moment dat jij namelijk een app downloadt op je telefoon, dan verzamelen ze niet alleen maar de informatie die jij, de data die jij aan ze geeft op het moment dat je de app gebruikt, maar ook extra informatie over jouw telefoongebruik. En al die data kunnen ze dus weer gebruiken om je profiel verder te verrijken. Oké, dat wist ik dus niet. In hoofdstuk 1 heb je het over met je rug tegen de muur op social media, de business coaches. Oh ja, ja. Ja, die vind ik altijd heel interessant. Want ik heb toch webinars gevolgd van business coaches, van de gratis webinars. Mm-hmm, mm-hmm. En die vertellen jou dan hoe rijk ze jou gaan maken. Maar je moet ze natuurlijk wel eerst zelf 5 of 6 of 7 of misschien wel 10.000 euro betalen. Ja, dat jij zelf ook rijk kunt worden. En garanties geven ze natuurlijk niet. Want ze zijn wel verantwoordelijk voor jouw succes, maar niet voor jouw falen. Ik heb zelf ook een business coach gehad. Ik heb er zelfs 2 gehad. Aan de tweede had ik heel veel.
En de eerste was eigenlijk ook wel een beetje van... ik had een gesprek met haar en toen zei ik van... Nou, ik wil er toch over nadenken. Nee, dat ging niet. Want eigenlijk wist ik wel diep in mijn hart of ik wel of niet met haar verder wilde. En toen zei ik van, nou, ik wil... ze vroeg niet zoveel hoor, tenminste. Het is wel een hoop geld, maar voor een business coach viel het wel mee. En toen zei ik, nou, ik moet het wel even met mijn man overleggen. Want het is toch wel een aardig bedrag. Oh, je moet toestemming vragen. Weet je wel? En ik bel je morgen, zegt ze. Ik zeg, nou, ik wil er een paar dagen over denken. Nee, ze belde de volgende dag. Ik ben dus met haar in zee gegaan. Op het moment dat ik dus met haar die coaching sessie aanging, ja, had ik wel het gevoel dat ik wel wat had aan die gesprekken. Maar nu, als ik terugkijk, denk ik dat het me eigenlijk helemaal niets heeft opgeleverd. Nee. Ja, die business coaches, dat als er ergens zichtbare manipulatie wordt gebruikt, dan is het daarin wel. Vragen zoals, of in ieder geval dingen zeggen van, dit weet je diep in je hart. Oh ja, maar dit heb je nodig om jouw leven, jouw gewenste leven te leiden. Ga je dat aan je man vragen, maar je bent toch onafhankelijk. Ook kan je het nu niet betalen, je kan ook in termijnen betalen. Kan je het nu niet betalen, is er dan niet iemand die jou dit wil voorschieten? Want ja, kan het op korte termijn gewoon zo makkelijk weer terugbetalen. Het is echt pure manipulatie. Ja. Het is echt pure manipulatie. En ja. Het meest bizarre is dat ze precies weten waar onze zwaktes liggen. Dat zie je ook. Je komt heel snel in een business coach bubbel terecht. Je hoeft maar één business coach een keer op profiel hebben bekeken. En je ziet ze allemaal voorlangskomen in de stories. En als je goed kijkt, dan vallen een aantal dingen op. Zoals, ja, zij beloven je dus een leven, een succesvol leven met 100.000 euro omzet. Ja. Maar wat je daarvoor moet doen is onduidelijk. Ja. En het meest bijzondere is ook, en dat is in het kader van de reviews ook, is dat ze op vrij korte termijn al vragen naar een review. Nou, ja. Mensen zitten in elkaar dat ze aan het begin van iets heel erg enthousiast zijn. Dus daardoor ook hele positieve reviews achterlaten. Maar aan het einde van de hele sessie komen ze eens achter wat jij ook hebt. Van ja, maar het heeft me eigenlijk niet heel erg veel gebracht. En dan is het niet meer mogelijk om reviews te geven. En zo ben je ineens, er zijn coaches die 10.000 euro durven te vragen. Maar er zijn ook coaches die nog meer durven te vragen. Ja. Er is ook een stukje schaamte aanwezig. Ja. Op het moment dat jij 10.000 euro hebt betaald. Omdat je daar echt in gelooft. Ja. Er komt niks uit. Ja, daar schaam je je ook voor. Dan denk je, ben ik daar nou echt ingetrapt? Ja. En wat vind jij daar dan van? Van dat manipulatieve gedoe? Hè? Wat ik zelf best wel heftig vind, is dus dat ook in die webinars, hè, op een gegeven moment was ik dan bij een of andere Amerikaan. En toen werd er ook gezegd van ja, en hij vroeg $6.000 voor zijn programma. En toen zei iemand van ja, maar dat kan ik niet betalen. Ja, nou dan had je 6 of 7 termijnen. Maar dan was je nog meer geld kwijt, hè, dan die $6.000. Ja, maar dat had hij ook niet. En toen zei hij van, en dat vond ik zo heftig. Ja, maar juist als je het geld niet hebt, moet je dit programma volgen. Precies. Ja, nou, ik vind het gewoon heel bijzonder of heel bizar dat jij zo je geld wil verdienen op deze manier. En dat je, ik zag laatst of een paar maanden geleden zag ik een business coach gewoon open en bloot een Porsche kopen van dat geld. Ja. En ik denk van ja, het is niet mijn manier van zaken doen. Maar ja, zulke mensen zijn er altijd geweest. Ja. In de hele geschiedenis zie je dat soort mensen voorbij komen. Het is van alle tijden. Ja. Het enige wat je dan kan doen is denken van ja, ik doe dat niet op die manier. Nee. En op een gegeven moment dan, en dat zie je ook in de webshop gebeuren. Ja, wil je eigenlijk wel op deze manier je marketing doen? Wil je wel hiermee geassocieerd worden? Want met het voorbeeld van die business coach. Stel, ik ben nu een business coach. En er wordt zo negatief gesproken daarover. Dat heeft ook impact op hoe ik het doe. Of hoe er naar mij wordt gekeken. Als er nu iemand tegen mij zegt, ja, ik ben business coach. Ja, het eerste wat ik dan denk is, ben je er ook zo een? Ja, dat klopt. Ja. Even iets heel anders, hè? Want je hebt het ook over de Nederlandse loterij. En de reclames die ze laten zien.
Ik speel zelf ook verschillende spelletjes op mijn telefoon. Het zijn meestal woordspelletjes of zo, vreetjespelletjes. Niet zo spannend. Wat mij dan, hè, en ik heb dan de gratis versie. Want dat is dan ook zoiets manipulatiefs. Hè? Dat als je dan zoveel euro per maand betaalt of per jaar, dan krijg je geen advertenties te zien. Nou, ik wacht dan wel wat langer of dan ga ik weer even wat anders doen. Maar er zijn ook heel veel reclames worden er getoond over dat online gokken. Hè? Het is nu iets minder, want volgens mij mag het nu niet meer. Maar ik heb een periode gehad dat er heel veel advertenties voor dat online gokken was en werden getoond. En dat er dus ook heel, dat je alleen maar blije mensen zag. Hè? Want met een inzet van 10 euro hadden ze wel 3000 euro gewonnen of zo. Ik roep maar wat. En ja, daar vind ik ook wel wat van. Want op deze mensen, volgens mij als je een beetje verslavingsgevoelig bent, kun je denk ik toch wel makkelijk in de schulden terechtkomen. Ja, en je hoeft niet eens verslavingsgevoelig te zijn. Want het is gewoon de tactieken die worden gebruikt, die werken echt als een trein. Ik heb me heel erg verbaasd over dit alles. Ik kwam erachter bij de staatsloterij. Even een aantal jaar geleden hebben zij een award gewonnen. Vanwege het feit dat zij door middel van designaanpassingen 50% meer staatsloterij abonnementen hebben verkocht. Zonder dat de losse loten daaronder leden. Dus onderaan de scheep hebben ze meer mensen laten gokken. Alleen maar door veranderingen in het design. En ik vond het echt heel bijzonder dat dat dan een award won. Want het is natuurlijk ook nog eens een overheidsbedrijf. Het is een staatsbedrijf. En toen ik daar verder naar ging kijken, dacht ik van ja, er gebeurt zoveel. Natuurlijk, er is wetgeving over, ten eerste wetgeving, dat reclames mochten. En dat ze online gokken legaal gingen maken. Dat deden ze met een reden, gewoon om beter inzicht te hebben in welke mensen er nu aan het gokken zijn en het voorkomen van gokverslaving. Maar uiteindelijk is het tegenovergestelde gebeurd, want er zijn heel veel reclames toen. Je kon geen televisieprogramma meer kijken of er kwam advertenties bij, maar ook online. Toen hebben ze gezegd van oké, je mag alleen nog maar gerichte advertenties tonen. En een gerichte advertentie betekent dus echt dat je gegevens moeten bekend zijn. En dan mag je nog steeds advertenties plaatsen. En inmiddels mag je ook nu op tv geen advertenties meer tonen. Behalve, ze mogen nog wel een programma sponsoren. Dus waarschijnlijk zie je dat nog wel. Maar gerichte advertenties, op het moment dat jij dus naar een goksite gaat, dan kunnen ze jou al targeten met advertenties. Ja. Dat mag gewoon nog. En daarnaast gebruiken ze natuurlijk ook nog eens verleidende designtactieken om jou te laten starten. Zoals dan krijg je startbonussen of je krijgt startgeld. Of je kunt je vrienden aanmelden, zodat als zij gaan beginnen, krijg jij ook een bedrag. Alleen maar om jou te laten beginnen. En het mooie is dan natuurlijk dat je op korte termijn wat wint. Ja. Op het moment dat je namelijk wat wint, dan zorgt het ervoor dat je een volgende keer nog een keer gaat en nog een keer gaat. Dat zie je ook in de offline casino's, dus als je naar een casino gaat. Ja. Misschien valt het je op, maar de meeste prijzen of de leuke prijzen worden gevonden aan die automaten. En dat is natuurlijk, dat is geen toeval meer. Dat zit ergens geprogrammeerd. Maar op het moment dat je dus als jonge vent een casino instapt, daar een prijs win, dan is de kans groot dat je binnen 5-6 dagen echt gewoon het niet meer los kan laten. Omdat je het voelt zo makkelijk om te winnen. Ja. Het meest bijzondere vond ik ook nog dat je hebt online casino's. Mm-hmm. Dat is dan online gokken. Maar we hebben ook dingen zoals de staatsloterij of door de postcode loterij. Dat noemen ze dan kansspelen. Ja. Daar zijn de regels niet zo streng. Ja, ja. Dus daar kan weer veel meer. Terwijl net zo goed natuurlijk, je geeft geld weg voor, of het nou voor een loterij is of voor een roulette spelletje. Ja, ja. Ja, ik vind het een hele wonderlijke wereld. Ja, zeker. In casino's, hè, en dan heb ik het even over de offline casino's. Je ziet ook bijvoorbeeld geen klokken, hè? Je ziet er zijn geen ramen. Mensen die gaan dan helemaal erop in, hè? Ja. Ja, ja, ja. En ik heb ook verhalen gehoord van mensen die bij zo'n casino hebben gewerkt. Nou, het is gewoon, het is heel, heel bizar. Ja. Maar ook dat online gebeuren.
daar is het nog even een tikkeltje erg, omdat daar een hele dataverzameling achter zit. En ze kunnen precies met testen zien welke designaanpassing wel werkt en niet. En natuurlijk onderaan de streep werken ze allemaal voor het feit om nog meer mensen te laten gokken. Dat zijn hun targets. Ja, maar goed, weet je, we hebben het er nu over, hè, van de casino's en de online retailers en hoe makkelijk het allemaal is, hè, dat je dan als consument wordt getriggerd. Maar is de consument dan niet meer, heeft hij dan geen eigen verantwoording meer? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Dat zeggen, op het moment dat ik het hierover heb, dan zeg je, ja, maar de consument, die heeft toch ook eigen verantwoordelijkheid? Die heeft eigen verantwoordelijkheid tot een bepaald niveau. Mm-hmm. Ze kunnen natuurlijk zeggen, oké, ik ga alle nieuwsbrief uitschrijven, alle apps er vanaf, geen meldingen meer. Alles wat ik koop, doe ik rationeel. Dus daarin ligt natuurlijk zeker wel een verantwoordelijkheid van de consument. Maar je kunt dit hele verhaal niet op het bordje van de consument neerleggen. En het maar op deze manier blijven doen. Want het wordt ons wel heel erg makkelijk gemaakt. En dat is... Dat is eigenlijk het belangrijkste waarom dit allemaal werkt. De consument, en waar ook een stukje van onze verantwoordelijkheid ligt, is de consument wil gemak. Ja. Die heeft alles over voor gemak. Ja. En zolang we dat nog het allerbelangrijkste vinden, en zolang dat bedrijven dat nog steeds gewoon heel erg zorgen voor dat alles heel erg makkelijk is, dan blijft dit allemaal in stand. Ja, ja. En iemand uit mijn netwerk, die vertelde dat ze dus verslaafd was geraakt aan online gokken. En volgens mij had ze een ton aan schulden, puur door het gokken. De ene keer wat winnen, dan weer wat verliezen, dan weer wat winnen. En ze heeft dus nu een advocaat in de arm genomen om dat casino aan te klagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik ben ook echt heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ik vind het gewoon, in dit geval vind ik een echt gewoon een bijzonder verhaal, omdat het ook een staatsbedrijf is. Daarvoor ging het bij mij helemaal in de kortsluiting. Ja. Nog even terug te komen naar de verantwoordelijkheid van de consument. Kijk, consument is ook niet heilig. Ik heb ook verhalen gehoord van mensen die maar blijven kopen, er heel veel weer terugsturen, dus heel veel retouren. Terugsturen in een gebruikte pizzadoos, zodat de ondernemer het niet meer kan gebruiken. Maar ik hoorde laatst ook dat er iPhones worden besteld en dat er dan pakken bloem worden teruggestuurd. Met als vroeger werd je zo opgelicht als consument, weet je, dan bestelde je online een iPhone en dan kreeg je een pakje bloem opgestuurd. En nu is het precies andersom. Mensen die bestellen een iPhone en die sturen een pak bloem terug met maar ik heb wel, kijk maar, ik heb dit wel ingeleverd. Hoezo? Ik heb geen pak bloem gestuurd. Dat was een iPhone. Ja. Dus er worden op beide punten wordt er altijd wel misbruik gemaakt. Ja, ja. Zo hoorde ik ook. Ik had een artikel gelezen van een vrouw die werkte bij een online warenhuis. We hebben afgesproken geen namen te noemen. En daar kun je dus ook gewoon geld lenen. En zij vertelde dus dat zij dan mensen moest bellen die dus op afbetaling wat kochten. Hè? En dus op een gegeven moment moest ze dus mensen bellen die dus echt al openstaande rekeningen hadden van 2.000-3.000 euro. En dan moest zij ze bellen om te zeggen, ja, maar als u nu voor 500 euro of voor 1.000 euro bijbestelt, kost het u maar 20 euro per maand meer. Ja. En ze had daar best wel moeite mee. Maar ze werd zo onder druk, dat gaf ze ook aan, ze werd zo onder druk gezet om het te blijven doen en om mensen over te halen. Ook al wilden mensen niet, uiteindelijk deden mensen het dan toch. En dat ze toch maar is gestopt daar, omdat ze het zo verschrikkelijk vond dat ze dat moest doen. Ja, ik ben over een aantal dingen, maak me zorgen. Ik maak bijvoorbeeld zorgen dat die mobiele telefoon steeds meer zorgt voor onzekerheid of eenzaamheid. Maar ook onzekerheid. Ik maak me zorgen over het milieu. Dat er zoveel wordt besteld en dat we zoveel consumeren. Maar ik maak me het meeste zorgen over dit soort verhalen. Over de financiële kant ervan. Want het achteraf betalen is zo makkelijk gemaakt. En ik denk dat we te weinig beseffen dat het feit dat we bijvoorbeeld nu achteraf iets achteraf betalen.
En door omstandigheden je dat niet kan betalen, dat daar een BKR-registratie achter zit dan. Ja. Waardoor je het zomaar kan zijn dat je over 2-3 jaar dat ene huis niet eens meer kan kopen. Nu is het sowieso lastig om een huis te kopen. Maar stel dat je hem kan vinden, je hebt hem gevonden, je kan hem betalen financieel. Maar door die BKR-registratie zegt de bank, gaan we niet doen. Alleen maar omdat je een keer ergens iets hebt gekocht. Ja. En wat we daarin meer moeten beseffen is dat bedrijven die dit aanbieden, die vinden het helemaal niet boeiend dat jij op tijd betaalt. Omdat ze namelijk ook een hele incassotak hebben, waar ze ook weer heel veel omzet uithalen. Ja. Dus dat achteraf betalen, het meest bijzondere aan het achteraf betalen is dat het van de wetgever moet. Er is wetgeving uit 1985, toen bestond internet nog niet eens. Die zegt dat er een mogelijkheid moet zijn om achteraf te betalen. En dat is de reden waarom het allemaal zo groot is geworden. Maar dat is ook de reden dat mensen zoveel in de financiële problemen komen. Want je haalt het dan over een achterafbetaling waar rente op zit. Ja. Maar zijn er ook natuurlijk achterafbetalingen waarbij dat niet het geval is. Omdat je binnen een bepaalde periode terug moet betalen. Dus je gaat geen lening aan. Ja. En dat heeft weer als effect dat als jij wel in de BKR-registratie hebt. Of je zit in een schuldhulpverlening. Dan kan je nog steeds kopen. Ja. Met die vormen van achterafbetaling. Dus dan zit je al in de shit. Ja. En dan kan je het daarmee nog groter maken. Ja, ik moet toegeven, ik doe zelf ook wel aan achteraf betalen, maar ik doe niet aan gespreid betalen. Hè? Bij sommige online winkels betaal ik het liefst achteraf, omdat ik eerst het product wil hebben. En ik heb ook wel eens gehad dat ik dan een berichtje kreeg van, ja, product is niet leverbaar. Nou, dan moet je een procedure beginnen om je geld terug te krijgen. Nou, dat kan weken duren. Daar heb ik dan vaak geen zin in. Maar als het product er is, dan betaal ik wel meteen. Maar ik doe dus niet aan gespreid betalen. Nee, maar dat is ook weer dat is wel grappig dat je dat aangeeft. Want het achteraf betalen geeft geen verzekering dat je het product krijgt. Want er is laatst een paar weken geleden de Consumentenbond ook aangegeven van dat de achteraf betaalbedrijven, op het moment dat jij het niet hebt ontvangen of het hebt teruggestuurd, je alsnog eisen dat jij het gaat betalen. Okay. En dat je dan misschien wel ook moet bewijzen dat je het inderdaad hebt teruggestuurd. Dat je het misschien niet hebt gehad. Terwijl de webshop zelf zegt van ja, je hebt het wel gehad. Dus het kiezen voor achterafbetaling is geen verzekering. Nee. Okay. Dus ook al, je kan daarmee juist in de problemen komen. En er zijn ook heel veel verhalen van mensen die zeggen van ja, ik heb iets teruggestuurd. Maar de webshop doet daar niks mee. En de achterafbetaalbedrijf die zegt ja, maar je moet nu wel betalen. Want anders komen er kosten bij. Ja. En dan zit je ook dus in een spagaat. Daarnaast, er zijn natuurlijk ook zat mensen die heel veel kopen. En ook heel veel terugsturen. En dan zeggen zo van die achterafbetaalbedrijven van Oké, nu gaan we je account afkappen. Dus je mag niet meer, je kan geen gebruik meer maken met achterafbetaling. Nou, het enige wat je dan hoeft te doen is een nieuw account aan te maken. Ja. En je kan weer kopen. Ja. Dus het is ook, aan de ene kant denken we dat dus meer zekerheid geeft, wat niet het geval is. Oké. En aan de andere kant geeft een achterafbetaalbedrijf ook weer van, ja, maar we zorgen voor de mensen. We zorgen ervoor dat ze niet in de problemen komen. Terwijl dat ook weer tegenvalt. Ja. En wat kun je eigenlijk doen hiertegen? Hè? Dus we hebben net heel veel besproken. Neprecensies, prijsverhogingen, dataverzameling. Wat kunnen we hiertegen doen eigenlijk? En zoals ik al aangaf, wat we echt aan kunnen doen is het rationeel maken. Dus echt bij elke aankoop nagaan of jezelf tijd gunnen om na te denken van oké, wil ik dit echt wel? Laat je winkelmandje een keer een dag staan. Dat helpt heel erg. Mm-hmm. Ga even wat anders doen. Voordat je op die betaalknop klikt. Uitschrijven van nieuwsbrieven. Geen apps op je telefoon. De meldingen uitzetten. Wat ook heel erg helpt is dat je er bewust van bent. Ik heb vandaag natuurlijk wat voorbeelden genoemd. Maar ga zelf kijken van het moment dat je gaat shoppen van wat je kan vinden. Qua designaanpassingen of bepaalde manipulatie. Bewustwording helpt dan echt het allerbeste. En ik heb van veel mensen die het boek hebben gelezen het horen gekregen dat ze daardoor wat beter Black Friday zijn doorgekomen.
Ja. Ja. Omdat ze dachten, ja, het zal wel. Het zal ja. Wel. Ja. Nou, wat ik wel doe, sinds ik jouw boek heb gelezen, is inderdaad het winkelmandje even laten staan. Hè? Of dat werkt nog het beste, denk ik. Ja. Of ik vraag me af van, heb ik dit wel echt nodig? Hè? Wat je net ook zegt, heb ik dit echt nodig? En heb ik het nodig of wil ik het hebben? Dat zijn ja, ook een hele goede vraag, ja. En we kopen natuurlijk heel veel zooi. Dat we denken van, ik bedoel, dat heb ik ook. Dat wil ik hebben. Ik heb dat veel met boeken. In plaats van dat ik het op een boekenlijstje zet, koop ik het gewoon. Dus mijn boekenkast is gewoon een levende... Of hier wel levende is gewoon een fysiek boekenlijstje. Ja. Maar soms dan is het wel eens handig om het gewoon even te laten staan. En dan heb je zelfs geluk dat het daarna goedkoper is. Dus dan ben je nog blijer mee. Maar onze aankopen wat rationeler maken, dat helpt het allerbeste. Ja, ja, zo heb ik ook dan een abonnement voor luisterboeken. En dus dat is dan niet een abonnement waarbij je alles mag luisteren en lezen voor een bepaald bedrag per maand. Maar gewoon, dus je koopt echt de boeken en je betaalt een bepaald bedrag per maand en dan mag je 1 of 2 boeken uitkiezen. Maar ik moet nog zoveel boeken luisteren dat ik dus nu het abonnement heb opgezegd. En ik klik dus op. Ja, ja, want ik moet echt nog zeker 15 boeken luisteren, weet je. En elke maand komt er weer een boek bij. Ja. Ik denk, ja, dit schiet natuurlijk niet op. En dan klik ik dus op cancel subscription. En wat staat er dan? Dan krijg je in 1 keer, krijg je ervan, ja, maar dit ga je mislopen als je het opzegt. En dit mis en dit dat is ook, ja, dat is ook weer een voorbeeld van een dark pattern. Het moeilijk maken om het op te zeggen. Ja. Dit is gewoon heel erg op je, zo van, ja, dit ga je missen. Ja. Dat zie je ook als je bijvoorbeeld afscheid neemt van Facebook. Ja, maar je vrienden ga je missen. Het kunnen opzeggen is sowieso al heel erg, wordt ook al veel lastiger gemaakt. Ja. Als je bijvoorbeeld postcode loterij doet, nou ga maar opzeggen. Ik wens je daar heel veel succes mee. Ja. En wat je ook veel ziet, is dat op het moment dat je het gaat opzeggen, krijg je ineens korting om het toch te verlengen. Ja, ja, dat gebeurde dus nu ook. Dan kreeg ik zoveel maanden, kreeg ik dan weer zoveel % korting. En nou ja, uiteindelijk dacht ik, oh, maar dat is toch wel weer interessant, die korting. Ja, en, ja, en, ja, klopt. Ja. Ja, maar ik heb toch opgezegd. Dus ik was best wel een beetje trots op mezelf. Ja. Chantal, wat is je advies aan consumenten die zich zorgen maken over de impact van online winkelen op hun eigen financiën en de samenleving als geheel? Wat kun je ze meegeven? Wat ik jullie mee kan geven. Dat voor elk gemak. Voor het gemak wat jij als consument. Dat jij daarvan geniet. Van dat gemak. Mm-hmm. Staat ook weer een lijstje met negatieve dingen. Zoals de mensen die in het magazijn werken. Tegen hongerloontjes. Of tegen lage lonen die zich rotrennen. Maar staat ook de postbezorgers. Die proberen jouw pakjes op tijd thuis te leveren, maakt het ze soms wat makkelijker om te kiezen voor een verzamelpunt. Weet je zeker dat je niet thuis bent, laat ze niet voor niets naar jouw huis toe komen. Voor het gemak, wat wij graag als consument willen, staan gewoon ook heel veel negatieve effecten tegenover. Ja, ik denk dat we dat te weinig beseffen. Ja, en je kan natuurlijk ook gewoon de deur uitgaan en naar de lokale ondernemer gaan, hè? Ja, dat kan ook nog. Ja, dat kan ook nog. Het is maar net wat je in je buurt hebt zitten natuurlijk. Ja. Ja. Maar het allerleukste vind ik is dat als je nou... want we gaan natuurlijk ook nog wel de feestdagen maand in. Daar wordt heel veel besteld. En toevallig had ik laatst een hele leuke postbezorger. En het blijkt dus dat je postbezorger ook complimentjes kan geven. Oh. Ben je blij met je postbezorger... ben je überhaupt blij met de geboden service? Laat dat ook eens merken. Door bijvoorbeeld die complimentjes te geven. Of door te zeggen. Of wat dan ook. Ja. Op het moment dat deze mensen daarmee stoppen. Dan verdwijnt ook dat gemaksgevoel. Waar we al inmiddels verslaafd aan zijn geworden. Ja, inderdaad. Ja. Nou, Chantal, we gaan afronden. Komt er nog een derde boek? Dat vroeg je de vorige keer ook, hè? Ja.
En het weer hetzelfde antwoord als de vorige keer. Daar zijn wat processen in mijn hoofd bezig voor een derde boek. Want ik vind het schrijven, en dat heb ik de vorige keer ook tegen je gezegd, het schrijven vind ik het allerleukste. Dus dat, dat blijf ik doen. Maar ondertussen schrijf ik natuurlijk wel columns, opiniestukken, geef ik presentaties. Dus ik verveel me niet. Nee, heb je een eigen website, Chantal? Waar kunnen mensen je vinden? Gewoon mijn naam, chantalschinkels.nl. Oké, goed. En je kunt me ook volgen op LinkedIn, want daar ben ik het meest actief. Dus dat vind ik leuk. Ja, oké. Even kijken. Nou, ik heb het boek gelezen en ik vond het weer een ontzettend leuk boek. Heel anders dan de IT Girl, maar toch wel weer met heel veel overeenkomsten. Dus voor mij, voor de luisteraars, ik vind het een aanrader. En ik neem aan dat je boek ook online te verkrijgen is. Ja, dus, dat is gek, hè? Ja. Dat vond ik trouwens toch het allermoeilijkste. En dan hou ik mijn mond dicht, maar dat vond ik het allermoeilijkste. Om een boek aan te prijzen wat gaat over het koopinfuus. Over hoe we verslaafd worden gemaakt aan online bestellen. Dat is altijd Maar goed. Een lastig dingetje. Maar goed, we hadden het er net ook over. Je kan ook naar de lokale boekhandel gaan. Zeker weten, dat kan. Ja, ja. Oké. Okay. Dankjewel Chantal voor een weer een ontzettend leuk gesprek. En leuk dat je weer te gast was. Dankjewel. Dankjewel, dank je. Dankjewel Chantal voor weer een ontzettend leuk en inspirerend gesprek. Ik hoop dat onze luisteraars jouw boek zullen kopen en alle tips en adviezen ter harte zullen nemen en meer vanuit de ratio gaan kopen in plaats vanuit de emoties. In de volgende aflevering heb ik een gesprek met Mira Zaya, ondernemerscoach en virtual assistant bemiddelaar. Mira is ook de auteur van het boek De Ontspannen Ondernemer en wij gaan in gesprek over hoe je als ondernemer van een vol hoofd naar een ontspannen manier van ondernemen gaat. Iedereen weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Tina de Keijzer en dit is de Women's Table.